Ayuru Kisi, Sape Botuse, Sranaman, Da Ai. You got the best MPS. See? You been the best. MPS, you been the best. You been the best. MPS, you been the best. Sakatu Desma, in his dress, National Party Suriname. That one tak wala malau bondru konsam. One day play biggie man, anga hoge dame. If a tentame, of exam. Osaku akwa betre Suriname. One Suriname, is a second land. Het is geen tijd om te spelen, maar werken voor het land. Dat make wa beef para biggie man Rusland. Je bent de best, NTS, je bent de best. De Nationale Partij Suriname is voorstander van kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle jongeren. De voorzitter van de partij, Gregory Rusland, geeft zijn visie met betrekking tot het belang van onderwijs en sport. Vandaag wens ik het te hebben over activiteiten, ontwikkelingen die een regering, elke regering, ter hand zou moeten nemen om ervoor te zorgen dat wij in algemene zin een goede ontwikkeling krijgen van Surinamers, maar in het bijzonder dat van onze jongeren. En zo is het dat wanneer we kijken naar wat gedaan zou moeten worden voor jongeren, dat het is dat wij moeten zorgen dat ze beschikbaarheid hebben over goed onderwijs, formeel onderwijs op school, waarbij ze kunnen gaan om ervoor te zorgen natuurlijk dat zij vanaf de kleuterschool tot zelfs naar de hogere opleidingen kunnen doorstromen, die manier in staat te zijn om later, wanneer zij volwassen zijn, ervoor te zorgen dat ze goede banen kunnen hebben in ons land, dat ze natuurlijk goed inkomen kunnen hebben om zo voor zichzelf, voor de kinderen, voor hun gezinnen te kunnen zorgen. Je bent de best. Behalve het formeel onderwijs zal ook geïnvesteerd moeten worden in sport en recreatie. Deze zullen een bijdrage kunnen leveren aan de fysieke en geestelijke vorming en welzijn van onze jongeren. Maar wanneer we praten over de ontwikkeling van jongeren, dan heb je behalve het formeel onderwijs, en daarmee bedoel ik op school gaan, heb je ook nog andere zaken die ervoor kunnen zorgen dat wij goede burgers krijgen. Surinamers die goed met elkaar kunnen omgaan en samen kunnen werken aan de ontwikkeling van ons land. En die zaken kunnen bijgebracht worden door onder andere sport en recreatie. We weten dat je formele scholing krijgt, je kan gaan op school, je kan een vak leren. Maar als je wil weten hoe je met mensen moet omgaan, als je een gezond volk wil hebben, dan zul je ook ervoor moeten zorgen, als regering, als overheid, dat die mensen, die jongeren, de beschikbaarheid hebben over de tools, de infrastructuur, waarbij ze in staat gesteld worden om aan die vorming te werken. We weten dat sport onder andere ervoor zorgt dat jongeren met elkaar in competitie gaan. Ze gaan proberen het beter te doen dan de anderen. Maar wat ze ook moeten leren is verdraagzaamheid. Dat wanneer je soms verliest, dat je moet weten hoe je ook ermee omgaat. En dat betekent dat dat allemaal belangrijke aspecten zijn in de ontwikkeling van iedere mens, iedere burger in Suriname. Ik vind het heel goed dat de regering het sport stimuleert door faciliteiten op te zetten voor vooral de jeugdigen. En natuurlijk stimuleert het vooral voor de buurtgemeenschap. Is het heel belangrijk, zodat die kinderen veel meer gestimuleerd worden om meer aan sport te doen. Je bent de best, NTS, je bent de best. De voorzitter van de Nationale Partij Suriname geeft ook aan welke positieve invloed sport heeft gehad op zijn eigen ontwikkeling.
Ik heb mogen meenemen dat ik als jonge man, ik denk dat ik ongeveer 9 tot 10 jaar oud was, mocht beginnen met het schaken. En ik denk dat tot vandaag de dag, zaken die ik heb bijgeleerd met betrekking tot het omgaan met het spel zelf, het omgaan met je vrienden, dat die zaken tot vandaag nog een positieve impact hebben op mijn ontwikkeling. We hebben mogen voetballen. We hebben mogen tennissen, we hebben badminton mogen spelen en dergelijke. Het gaat er allemaal om, hoe kan je natuurlijk ervoor zorgen dat jij, want je gaat ervoor om te winnen. En alle Surinamers moeten ervoor gaan om het beste te zijn, om te winnen. Maar als je ook een keertje verliest, dat je ermee moet omgaan. Dat zijn karakteristieken die, of zaken die bijdragen aan het vormen van karakteristieken bij burgers, waardoor we burgers krijgen die goed met elkaar kunnen omgaan en weten dat zij samen moeten werken aan het realiseren van doelen, het realiseren van onder andere de ontwikkeling van Suriname. Zometeen worden de lichten aangedaan. Onze dromen zijn in vervulling gegaan, omdat Staatsolie en de Sportfonds bestaan. Staatsolie, wij zeggen... D-A-N-K-U, dank u, dank u, dank u. Bedankt minister Rusland, yay! Je bent de best, NTS, je bent de best. De heer Rusland heeft al bewezen een voorstander te zijn van sport en recreatie. In zijn toenmalige functie als minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft hij het Staatsolie Sportfonds geïnitieerd. Hij vindt het jammer dat thans de partijpolitieke invloeden de boventoon voeren bij de uitvoering van projecten. In de komende regering, de NPS, met haar V7 combinatie, ervoor zal zorgen dat wij uitbreiding krijgen van die faciliteiten die nodig zijn om invulling te geven aan de ontwikkeling, aan de creatie van goede burgers in ons land. En we zeggen dat niet alleen maar omdat het als verkiezingsstunt gebruikt kan worden. Wij hebben ook de ervaring. En u moet weten dat het een initiatief is geweest van ondergetekende om Staatsolie in 2006... 2007 zover te krijgen, dat men is begonnen met het Staatsolie Sportfonds, vanuit welk fonds wij ervoor hebben gezorgd dat wij een bijdrage konden leveren aan de, zeg maar, de algemene ontwikkeling van onze jongeren vooral, tot goede burgers in ons land. We hebben het fonds zodanig gestructureerd toen dat het meer een technisch fonds was en dat wij met dat fonds vooral de achtergestelde buurten konden uitgaan om ervoor te zorgen dat men faciliteiten kreeg, recreatiefaciliteiten, waardoor natuurlijk onze jongeren zich op een goede manier kunnen ontwikkelen. We vinden het jammer dat bij het aantreden van de huidige regering men de structuur, om het zo te zeggen, heeft gepolitiseerd, waardoor het meer lijkt op een activiteit van één politieke partij, maar vergeet u niet, het is een initiatief geweest vanuit onze organisatie, maar waarbij we er trots op zijn om te zien dat tot de dag van vandaag men die faciliteiten, die infrastructuur gebruikt om invulling te geven aan de idealen die wij als NPS toen hebben geponeerd en waar we dus duidelijk invulling aan gaven. Wij zullen in de komende periode de zaak weer brengen tot technische proporties, waarbij dus de politiek zoveel mogelijk eruit gelaten wordt en dat we daadwerkelijk gaan werken, niet alleen aan de ontwikkeling van jongeren van één bepaalde politieke organisatie, maar aan alle Surinaamse jongeren die wij nodig hebben voor de ontwikkeling van een prettig, leefbaar Suriname. You've been the best.
alle partij Suriname. Dat want dat wala malau bondru konsame. Want die play biggie man, anga hoge dame. If a tentame, of exame. Oslaak, hoe ak wan betre Suriname. Want Suriname is een gezegend land. Het is geen tijd om te spelen, maar werken voor het land. Dat make wabif, para biggie maar Rusland. Ik ben de best.